Van harte welkom, dames en heren, kijkers, bij deze uitzending vanuit ons politieke café Groos in het centrum van Wormer. We zijn hier met veel kandidaten, gelukkig. Het is gezellig druk in het café. Dat doet mij veel plezier. Hartelijk dank voor het feit dat u vanmiddag bij ons aanwezig wilt zijn. Allemaal in de campagnestand, zag ik. U kunt het al zien om ons heen. Er wordt driftig geplakt. Hier mag het nog. Voor de rest moeten we dat die elektronische borden doen, geloof ik. Oh, hier nog niet, hè? Nee. Goed, iedereen in de campagnestand, dus u staat ongetwijfeld te popelen om uw boodschap kwijt te raken. Dat vinden wij heel plezierig. We laten u vanmiddag, kijkers, kennis maken met de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van aanstaande 21 maart. En we richten ons daarbij specifiek op de nieuwe gezichten, want die oude raadsleden, ik probeer ze niet allemaal nu aan te kijken, maar die kennen de meeste van u wel. Die hebben zich al vaker gemeld. Nee, vooral de nieuwe mensen. Waarvan we hopen dat ze u met hun warme persoonlijkheid, hun welsprekendheid, of gewoon omdat u ze al kent en weet wat ze waard zijn, nog kunnen overtuigen om straks uw keuze te maken op 21 maart. De verse kandidaten dus. We doen het met korte vraaggesprekjes. Om ze te vragen, wat heeft je nou bewogen om de politiek in te willen met alle geweld? En waarom bij deze partij? Dat zou ook nog een vraag kunnen zijn. Kortom, wij willen u graag wat extra informatie meegeven om straks gemakkelijker uw keuze te maken. En dus proberen we de mensen achter de politicus te zoeken. Hartelijk welkom nogmaals. En laten we eens gaan kijken wat voor vlees we in de kuip hebben. En omdat je met de politieke partij altijd voorzichtig moet zijn wie je als eerste en wie je als vervolgende doet, heb ik maar met dobbelsteentjes gegooid. En daar kwam uit dat GroenLinks als eerste aan de tand zal worden gevolgd. Dus mogelijk, hè? Ja, dat is echt zo. Dus, op naar GroenLinks. En ik begin dan met de jongste. Ik heb gisteravond, hoorde ik op televisie, dat de gemiddelde leeftijd van raadskandidaten in dit land is 56 jaar. 56 jaar. Ik haal je niet, Bente, volgens mij. Nee, nog lang niet, nee. Bente, je bent 17 nog? Ja, klopt, ja, 17 jaar. 6 VWO? Ja. En de politiek, en je staat te trappelen. Ja. Waarom GroenLinks? GroenLinks, omdat GroenLinks is natuurlijk de partij die zich inzet voor duurzaamheid. En dat is echt heel belangrijk voor onze toekomst. Als we daar niet aan denken, dan gaat het mis met de aarde eigenlijk. En verder, GroenLinks is ambitieus. En dat ben ik ook. Mooi zo. Je staat 6e volgens mij op de lijst. Ja, klopt. Ja. Ga je het halen, denk je, dankzij het Jesse Klaver effect? Of moet je nog even in de wachtkamer? Ik hoop het. Als ik veel voorkeurstemmen heb, dan is er altijd kans. Voorkeurstemmen kan, hè? Tuurlijk. Ja. Nou, ja. Doe een oproep, zou ik zeggen. Nou, jongens. Willen jullie een 17-jarige in de raad, dan stem zeker op mij. Goed zo. Dankjewel. En dan naast jou, ik noem hem maar de politieke zwerfkei eigenlijk. Frans Toop. Nou, iemand die tot inkeer gekomen is en een wijze keuze gemaakt heeft. Ja, oké, wijze keuze. Nou, het mag even, Frans. Ik bedoel dat helemaal niet negatief. Maar je hebt even rondgekeken bij verschillende groeperingen. Ja. Uiteindelijk ben je geland bij GroenLinks. Klopt. Ik ben 6 jaar geleden in Wormerland komen wonen en ik zag meteen hoe mooi het was en ik wilde daar graag iets mee. Ja. En toen dacht ik van waar beter dan in de politiek. En ik denk dat het gewoon belangrijk is om serieus aan te werken aan Wormerland, zodat het in ieder geval over een aantal jaar nog zo is zoals we het nu kennen en misschien zelfs veel beter. En ik denk dat met GroenLinks dat je daar een heel eind mee komt. Oké. Specifieke ambities? Nou, ik denk dat het duurzaam toerisme een heel belangrijk gegeven wordt. We hebben in de toekomst allemaal meer vrije tijd. En daar moeten we iets mee. En als wij nu al zo'n mooi gebied hebben, dan zou het leuk zijn als ook andere mensen daarvan kunnen genieten. En dat we dat goed georganiseerd hebben. Daarnaast natuurlijk de echt groene thema's. En dat is Wormer en Jisperveld. Als we er niks aan doen, ja, dan is het er over een aantal jaar niet meer. Dus ik denk dat we serieus stappen moeten ondernemen om dat veen weer omhoog te krijgen. Dat wil zeggen dat we daar toch wel belangrijke stappen moeten nemen om stukken veen onder water te zetten, zodat we en de waterkwaliteit fatsoenlijk kunnen houden en ook het groene gebied zijn waarde kunnen laten behouden. De vernatting. Ja. De vernatting. Ja, ja. Precies. Nou, naast jou Karen Schoonheid. Ja, dat klopt. Is dat 4 op de lijst? Ja. Dus de grote kans dat je er meteen in terecht komt. Ik hoop het. Ja, het zou mooi zijn. Dan gaan we kijken wat dat gaat opleveren. Vernieuwing, verjonging, uitbreiding van de fractie. Ja. Wat zou je het liefst bewerkstelligen? Nou, ik wil heel graag dat het lukt om meer gasloos wonen voor elkaar te krijgen. Sowieso natuurlijk in de nieuwbouwwijken. Maar het lijkt me ook heel goed als de gemeente mensen gaat begeleiden, gaat helpen in het vinden van de weg naar leningen met lage rente. Die zijn er natuurlijk al, maar dat mensen die ook kunnen vinden. En ook subsidies mogelijk maken, die zijn er geweest. Maar dat dat ook weer komt, ook op gemeentelijk niveau. En daarnaast een heel ander punt. Zou ik graag willen dat er meer en eigenlijk constante cultuureducatie komt. Met name op de basisscholen, juist voor het jonge kind. Omdat dat zo goed is voor de hersenontwikkeling. Het is ook bewezen dat de linker en de rechter hersenhelft beter gaan samenwerken bij dans. Want je hebt de combinatie van beweging, van muziek. Dus dat soort dingen vind ik heel belangrijk. Nou, ik denk dat je eerder mensen aan het dansen krijgt dan dat je ze allemaal gasloos in een huis laten wonen. Nou, ik weet niet, misschien gaan ze wel dansen als ze eenmaal een gasloos huis hebben. Je weet het niet. Het stond vandaag weer in, geloof ik, in de Noord-Hollands Dagblad. Gasloos wonen, onbetaalbaar. En daarom de hulp in de vorm van leningen en subsidies. Goed zo. Dus dat betekent voor de gemeentelijke begroting ook het nodig is? Ja. Ja. Nou, keuzes maken dus. Dat klopt, okay. Ja. Keuzes maken. Nou, een belangrijk onderwerp als het gaat over keuzes is in de afgelopen jaren ook geweest, en nog steeds eigenlijk, de Zaanbrug. Daar hebben we een klein stukje instart voor gedaan. Gaan we de Zaanbrug maar eens even ter discussie stellen, want daar valt best het nodig over te zeggen. Het is dé belangrijkste verbindingsschakel tussen Wormerland en Zaanstad, de Zaanbrug. Over de vervangingen van wordt al jaren gesproken en niet in de meest rustige termen. Voor- en tegenstanders van de kostbare vernieuwing tuimelen over elkaar heen. In de afgelopen raadsperiode is dat ook diverse malen gebeurd. Toch blijft de meerderheid van de raad voor vervanging van de huidige brug, ook al roepen veel tegenstanders dat het niet noodzakelijk is. Vereniging Liberaal Wormerland is mordicus tegen en heeft dat in een uitvoerig betoog in de raad ook verwoord. Zij vonden in de huidige raadssamenstelling echter geen steun voor hun standpunt. Een van de nieuwkomers, de POV Wormerland, zit wel op dezelfde lijn. Het kan dus nog spannend worden. De POV wil eigenlijk een referendum houden onder de bevolking over de wenselijkheid van vervanging. In elk geval zal dit dossier de raad en de bevolking nog een behoorlijke tijd bezighouden in de komende jaren. Ja, zeg het maar. Het zal ons nog een tijdje bezighouden. Het kost een hoog geld. VLW heeft geprobeerd in de gemeenteraad steun te vinden voor hun standpunt. Dat die brug er helemaal niet hoeft te komen. De reden om die brug te vervangen en te vernieuwen was het scheepvaartverkeer, met name de hele grote schepen. Nou, die komen niet eens verder meer dan West-Hollandam, zo'n beetje. Dus laat maar zitten. De brug zou nog hartstikke goed zijn, die kan nog 30 jaar mee. Maar ze blijken tot nog toe de enige in de raad te zijn die er zo over denken. Totdat jullie je melden, Jan Boer. Ja. Ja. Want jullie vinden eigenlijk ook dat die brug er niet hoeft te komen? Nee, zeker niet. Wij denken daar heel anders over. We denken dat het een hele dure brug gaat worden. Wat altijd gaat gebeuren, gaat nu ook gebeuren. En er gaat nog wel wat overheen. Hè? Want we gaan het niet redden met het geld wat ze daarvoor begroot hebben. Ja, en wat het vervelende is, er ligt gewoon een rapport en dat zegt, die brug die kan nog 15 of 20 jaar mee. Met wat kleine aanpassingen. Dus waarom zou je nou een hele nieuwe brug voor een hele hoop geld, allemaal belastinggeld hè, trouwens. Waarom zou je die in de Zaan weer gaan leggen op een plek dat als je hem een nieuwe brug moet komen, dan moet je hem vooral niet daar leggen. Want als je hem op een andere plek had gelegd, dan hadden we in ieder geval de oude brug kunnen behouden op het moment dat de nieuwe brug gebouwd wordt. Dan kan het verkeer keurig netjes erdoor. En dat gaat nu niet gebeuren. Maar het belangrijkste is dat die brug helemaal niet gebouwd hoeft te worden. Die brug kan nog jarenlang mee. Ik heb begrepen dat het duurste onderdeel van de brug, dat schijnt het mechanisme te zijn. Nou, die kost geloof ik €15.000 of €20.000 om dat te vervangen. Nou, dan vervang je dat. Misschien moet die wat breder gemaakt worden. Haal je het huisje weg, de bruggenwacht, het huisje wat ze aan de andere kant ook gedaan hebben. En volgens mij ben je er dan. En haal je een prachtig mooie brug, zoals we die altijd gehad hebben. Behoud je het gezicht van Wormer en Wormerland. Mooi kan niet. En het kost gewoon een stuk minder. En die grote boten gaan er helemaal niet komen. En ze gaan miljoenen uitgeven voor zo'n stukje dat hij in de hoogte gaat. Als je tegen andere mensen vertelt, als ik het op mijn werk vertel, gaan ze lachen. Die snappen er niks van. Ik ook niet trouwens. Maar... Ja, het was bijna waar wat Jan Boer zei tijdens dat voorbereiding op het debat. Hebben we het helemaal niet gehad over de Zaanbrug, dat we al weten dat die aanbesteed gaat worden. Dat is daags daarna is dat gekomen omdat het stafoverleg van de provincie ertoe heeft geleid dat de handen om elkaar zijn en dat inderdaad de aanbesteding op 16 maart dit jaar van start gaat. Dat betekent dat het point of no return hebben we bereikt. Maar veronderstel dat we dat nou nog niet bereikt hadden, dan is het de grootste volksverlakkerij als je gaat zeggen dat die brug niet doorgaat. Want als je dat zegt, dan kost dat ons ruim meer dan 4 miljoen. En dat betekent dat we 4 miljoen, laten we zeggen, letterlijk in de Zaan gooien. Daar zien we niks van terug. En als er een nieuwe brug zou moeten komen, gaan we opnieuw investeren. Dat verhaal wordt er niet bij verteld. Zowel door de POV niet als door de VLW niet. En dat is echt gemeenschapsgeld. En dat is op een verkeerde manier met gemeenschapsgeld omgaan. En als er gezegd wordt, die brug die kan nog 25 jaar mee met kleine aanpassingen. Ook dat is niet waar. Het is nu al zo dat er geen vrachtwagens overheen kunnen. Dat elke vrachtwagen die er overheen gaat, dat we ons hard vasthouden. Geen, buitenlandse vrachtwagens met name houden zich daar niet aan, want die rijden met zo'n tom-tom. En ze zouden eigenlijk allemaal via de Klausbrug komen. Maar er komt op het moment dat de brug dezelfde kwaliteit gaat krijgen, in slechte zin van het woord, als de brug bij Manege in het veld. Daar op een goed moment kon helemaal niemand meer overheen, omdat die zienderogen achteruit gaan. Daar gaan we ook met de huidige Zaanbrug naartoe. Mag ik daar wel wat op zeggen? Want... Even voor de duidelijkheid, de Zaanbrug is de enige brug in de hele omstreek die qua tonnage vrachtwagens erop achteruit is gegaan. Dat betekent dat er minder tonnage overheen moet. Dat al die grote vrachtwagens, die rijden niet eens meer overheen. Dus laat je niet verleiden tot dingen die er niet zijn. Die kiezen een andere weg. De enige brug die minder verkeer te verwerken krijgt als het gaat om tonnagevrachtwagens. Jan, we gaan er inmiddels staan. En dit zal je verbazen wat er overheen gaat. Okay. Jullie waren een beetje onderdeel van de oude politiek, want als jullie nu bij elkaar zitten, zo hebben jullie al lang bij elkaar gezet, want jullie vormden de contactcommissie Oost-Kronendam. Nog steeds tot 21 maart. Ja. En jullie hebben je en masse aangesloten bij het POV? Nou, niet en masse, we waren met z'n negenen. En nou, goed, maar jullie in ieder geval wel? Wij in ieder geval wel, ja. Moet ik uit het feit dat jullie voor zo'n nieuwe partij kiezen afleiden dat je je niet zo thuis voelt bij degene die tot nog toe het regime hebben gevoerd hier in Wormerland? Nou ja, dat kunt u wel stellen. Ja. Ik voel me niet thuis bij de gevestigde orde. Ik voel me niet thuis bij de partijen die hier zitten. Ja, dat is oude politiek. En als je ook ziet de standpunten, weet je, dan denk ik, ja, daar ben ik heel eerlijk in. Natuurlijk is het opwarmen van de aarde, dat is wel een issue. Ja. Maar voor een bijstandmoeder in Oost-Kronendam, die heeft hele andere prioriteiten. Een oude vandaag, ik zal er een naam geven, tante Annie, die in Waterminstraat de straat oploopt en die geld wil halen, die merkt er zijn geen banken meer. En er zijn ook geen pinautomaten meer. En tante Annie kan helemaal niet internetbankieren. En dat zijn lokale issues, die doen er toe. Ja. En dat is belangrijk. Okay. Want we voeren lokale politiek, toch? Ja. En niet die vastgeroeste politiek van die pluszitters in Den Haag. Carmen, nieuw in de raad straks. Ja, dat hoop ik. Met een andere positie. Ja, dat zit een beetje mee zitten aan. Ja. Toch wel minimaal 1, 2, 3 zitten. Makkelijk. Makkelijk, hè? Een andere positie, want vanaf contactcommissie heb je een adviserende stem. Ja, klopt. Geen beslissende stem. Straks krijg je het wel voor te zeggen binnen de gemeenteraad. Wat zijn jouw privédoelstellingen? Wat wil je het liefste voor elkaar brengen in de raadsperiode die komt? Ja, nou dat het vooral weer een stuk veiliger wordt in Wormer. En we hebben al een van onze speerpunten is dat we weer zebrapaden willen rondom de Vomer en het MFA. Kijk, het is heel mooi opgeknapt, daar kan ik niks over zeggen. Maar kijk, ik heb een zoontje van 3 en dan wil ik met hem oversteken. Maar ja, hij snapt het ook niet dat er geen zebrapad ligt. Hij wil zo oversteken. De auto's worden geacht naar 30 te rijden of stapvoets. En rekening te houden met fietsers en voetgangers. Maar niemand die dat doet in Wormer. Dus het is daar levensgevaarlijk om over te steken. Het werd al even genoemd. Huisvesting is een belangrijk probleem. Eigenlijk kennen we al woningnood volgens mij sinds de Tweede Wereldoorlog. Is die nooit opgelost geworden. We zijn er dus een beetje aan gewend geraakt. Maar waar we niet aan gewend raken, is dat de wachtlijsten voor woningzoekenden hoe langer worden. En dat daar met name groepen jongeren een groot probleem van hebben. Er worden allerlei nieuwe initiatieven gedaan. Tiny houses, small smart houses is geloof ik een term die bij de VVD nogal op geld doet. Het omzetten van leegstaande kantoorgebouwen naar woningen is een optie. Kortom, je mag verwachten dat er in deze periode op dit gebied ook veel wordt gedaan. Nou is het probleem dat de gemeente zelf niet bouwt. De gemeente bouwt geen woningen voor hun eigen woningzoekenden. Maar ze kunnen natuurlijk wel plekken lokaliseren binnen de gemeentegrenzen waar woningbouw mogelijk zou kunnen plaatsvinden. Dan ben je afhankelijk van onderhandelingen met projectontwikkelaars, met woningcorporaties, om daar de type woningen neer te zetten die je graag zou willen hebben. En je bent gebonden als gemeente aan de woningwet, die ervoor zorgt dat je nog maar 25% van de vrijkomende woning aan je eigen bewoners kunt toewijzen. De rest gaat weg naar buitenstaanders. Amsterdammers wellicht, Zaandammers, die deze kant op trekken en het grote, fijne, brede groen opzoeken. Daar moet wat mee. En het CDA heeft daar een voorstel voor. Het staat in hun verkiezingsprogramma. Van die 25% die we als gemeente zelfstandig mogen toewijzen, willen jullie 5% oormerken om die specifiek toe te wijzen aan jongere woningzoekenden. Jeroen. Eerst maar even toch maar terug naar de feiten van de dag. Volgens de woningwet mag er maar 25% worden toegewezen van de sociale woningen aan je eigen inwoners. En de praktijk is dat meer dan 50% wordt toegewezen. Ja. Dus het is niet zo dramatisch als dat de woningswet... ja, precies. En dan hebben wij inderdaad het idee, als het gaat om de jongeren sneller toe te laten treden tot de woningmarkt, dat we zeggen van die 25%, dat mag je 5% reserveren om die direct toe te wijzen aan jongeren uit Wormerland. Ja. Dat is positieve discriminatie. Dat vinden jullie een goed idee op die manier? Ja, ik vind het ook een goed idee als we bouwen voor ouderen. Kan je ook wel zeggen, dat is ook positieve discriminatie. Ja. Dat vind ik ook een goed idee. Ja. Dus er zijn heel veel goede ideeën en aan het eind van de rit zal je zien dat iedereen keurig netjes bediend wordt. Ja. Hoeveel woningen worden er per jaar toegewezen op deze manier? Als we de woningproductie gaan halen zoals die nu hard en zacht bekend is, dan denk ik dat we tot 2025 ongeveer 700 woningen hebben bijgebouwd in Wormerland. Tot 2025. En dat levert jaarlijks een aantal toewijzingen op van, nou, pak een beet, nou, 100? 175. Ja, zoiets. En dat is dan rijp en groen door elkaar heen, hè? Want het zijn niet alleen maar sociale huurwoningen. Waar we naartoe willen, dat is dat er gebouwd gaat worden gedifferentieerd. Dus dat de mensen die in een sociale huurwoning ergens gaan wonen, tezamen met iemand die een miljonair is en in een penthouse zit. Daarvan is bekend dat dat de leefbaarheid en de sociale veiligheid in de buurt ten goede komt. Dus als we naar herbouw gaan of reconstructie van straten, dan willen we daar naartoe en daar maken we dan ook afspraken over met de woningbouwcorporaties. Nog een specifiek initiatief om ook die groep ouderen die met hoe langer thuis moet blijven wonen, daar ook de kans toe te geven door woningen te bouwen waardoor ze kunnen doorstromen. Dus weer woningen vrijmaken voor gezinnen en dat soort zaken. Zeker. En het eerstkomende project wat van start gaat hierin, dat is de herbouw van de Waterminstraat. De mensen die daar zitten, dat zijn er 60, daarvan wil 95% verhuizen om ruimte te maken voor nieuwbouw. En dan, wat er dan gebeurt is dat mensen een woning toegewezen krijgen die bij hun past. Dus als er ouderen zijn, die krijgen een passende woning als ze uitgeplaatst worden bij de Waterminstraat. En jongeren die krijgen een goede woning. Mensen die met te veel op de Waterminstraat wonen, die krijgen, dat zijn er 15 stuks, die krijgen allemaal een eensgezinswoning. Ik zoek de tweede nieuwe, ze zitten broederlijk naast elkaar. Twee nieuwe fracties, POV, die nou waarschijnlijk in de raad die komt. Dus D66 na een aantal eerdere pogingen. Dit jaar er wel degelijk bij, Hans, met een mooie lijst. Ja, een hele mooie lijst. Ja? Daar ben ik heel trots op. Je bent er trots op, dat mag hè? Een aantal jonge mensen erbij. Nieuw. Ja? Allemaal heel eager, zoals ze dat tegenwoordig zo mooi zeggen. Ik kom er even bij zitten, dat praat wat makkelijker. Nee, allemaal happig, allemaal helemaal vol met enthousiasme om aan de gang te gaan. Om Wormerland weer een prachtige gemeente te maken. Ja. Dus. Stel je even voor. Mijn naam is Peter de Vries en ik woon sinds bijna een jaar in het mooie Nek. Ja. Ben al jarenlang politiek actief, hiervoor in Oostzaan gewoond, daar ook in de gemeenteraad gezeten. En ik vond het zo jammer dat D66 niet in Wormerland was. Dat samen met Hans heb gevraagd van, joh, kunnen we er niet wat van maken? En zo zijn we in Wormerland begonnen. Ja. En blakend van enthousiasme. En blakend van enthousiasme. Om aan de gang te gaan. En ervaring met overgemeenten, dus qua bestuur nog wel raakvlakken ook. Ja, precies. Ja. En naast je Christian Pielkeroot. Klopt. Ook dus als het een beetje mee zit, ook een nieuw raadslid straks? Ik hoop het wel. Ja. Na 12 jaar geen D66 geluid in de raad hoop ik dat wij daar in ieder geval straks onze bijdrage in kunnen leveren. Sinds 1,5 jaar of 2 jaar woon ik achtig in Wormerland. Daarvoor niet in de politiek actief geweest. Dus het zijn echt voor mij nu de eerste stappen eigenlijk. Ja. Maar wel enthousiast om er absoluut wat van te maken. Gaan jullie last krijgen van het feit dat jullie voorman Pechtold in de Tweede Kamer A, een kroonjuweel weggeeft en B, zich een beetje verstopt nu achter de coalitie? Weet ik niet. Dat is aan de kiezer. En, heel eerlijk gezegd laat ik landelijke politiek, het liefst landelijke politiek. Ja. Het gaat nu om lokale thema's. En die zijn van belang en laten we ons daarop focussen. Ja, dat ben ik volstrekt met je eens. Alleen denk ik wel eens dat landelijke kopstukken daar volstrekt anders over denken. Want die nemen elke gelegenheid te baat. Ook de gemeentelijke verkiezingen om hun eigen verhaal te kunnen. Dat moeten zij weten. Ja. Wij zitten hier voor de lokale politiek en wij doen ook de lokale thema's. Oké, je gaat ook geen landelijke kopstukken hier naartoe halen om Wormerland te overtuigen? Nee. Wat is jullie belangrijke speerpunt straks? We hebben er drie. Goed onderwijs, goed leven. En goed bestuur. Nou, daar kan niemand bezwaar tegen hebben, toch? Nee, dat denk ik niet. Wat wil je aan het onderwijs specifiek gaan bijdragen om het beter te maken dan het is? Een aantal zaken. Onderwijs bijvoorbeeld sluiten we aan bij de POV. Ja. Wij willen bijvoorbeeld ook dat de wegen naar de scholen veilig zijn. Ja. Dat betekent dat iemand vanuit de wijk naar school moet komen via een zebrapad. Schone gebouwen. We willen brede scholen waar mensen vroeg de kinderen heen kunnen brengen en laat op kunnen halen. Zodat mensen ook mooi aan het werk kunnen. En nou, dan moet ik nog eens een hoopje verzinnen. We hebben geloof ik 2 of 3 pagina's aan onderwijs gewijd aan in ons programma. Ja. Jullie zijn niet de onderwijspartij. Nee, toch? Daarom. Hè, dus, ja. Voor ons is het belangrijk dat iedereen meedoet en dat kinderen... een kind kiest niet waar hij geboren wordt. En in het onderwijs kun je een kind kansen geven. En de gemeente kan daaraan bijdragen om dat kind alle kansen te geven, zodat hij later wat van zijn leven kan maken. En dat is voor ons belangrijk. Ja. Oké. Waarom in de politiek? Oh, omdat het ontzettend leuk is. Als je naar een gemiddelde raadsvergadering gaat, dan kun je op één avond 6, 7 verschillende onderwerpen waarin je ook impact kunt hebben en invloed kunt uitoefenen. Op de manier waarop... Nou ja, vanuit idealisme denkt dat het hoort, dat het moet, zoals de wereld mooier kan worden. En dat is een mooie manier om je steentje bij te dragen aan de samenleving. Van huis uit ook politiek geïnteresseerd geraakt? Of? Nou, niet per se. Gewoon. Je bemoeit je met de wereld om je heen en dat doe je door ook actief in die politiek. En dan kom je vanzelf terecht bij een partij die heel erg aansluit bij je standpunten. Ja. En dan denk je, daar ga ik me even echt actief mee bezighouden. Oké. Christian, heb je nog wat aan toe te voegen? Nou ja, wat ik aan wil toevoegen is dat ik vind dat zie je omheen dat de wereld verandert en wil je daar je bijdrage in doen, dat je zelf het heft in handen moet nemen. En vandaar dat ik ook toe ben getreden, in ieder geval op mijn kandidaat heb gesteld, gemeenteraadslid. Want als je het heft zelf niet in handen neemt, dan verandert er ook niks. Dan kun je erover blijven zeuren. Maar dan gaat het niet verbeteren. Sinds ik vader ben geworden 4 jaar geleden heb ik wel echt gemerkt van... Ja, de keuze die je hebt en de idealisme wat je hebt is niet alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generatie. En dat zijn voor mij echt de drijfveren geweest om de politiek in te gaan. Oké. Oh, dankjewel. Nou wordt hier politiek bedreven in Wormerland, maar ook in Oostzaan, vanuit een zelfstandige gemeenteraad, maar met een gemeenschappelijk ambtelijk apparaat. Hè. De overgemeente noemen we dat. Dat bestaat nu, als ik het goed heb, 9 jaar, 8 jaar. 2010 is die gemeenschappelijke regeling tot stand gekomen. En al 8 jaar lang is men druk bezig om te kijken of dat overgemeente niet wat breder kan worden gemaakt dan het momenteel is. Om meer zekerheid te krijgen dat we straks ook kunnen blijven bestaan en die zelfstandigheid kunnen behouden. Daarvoor zou Landsmeer moeten worden overgehaald en Waterland om toe te treden tot dat overgemeente en zo een nog sterker ambtelijk apparaat te maken met behoud van de eigen bestuurlijke zelfstandigheid. Dat is een mooi streven, maar het lukt nog niet al te hard. Laten we daar eens naar kijken. We hebben er een korte instart voor gemaakt. Wormerland en Oostzaan werken al jaren samen in overgemeenten. De zelfstandig gebleven gemeenteraden werken met één gezamenlijke ambtelijke organisatie. De bestuurlijke onafhankelijkheid blijft zo gewaarborgd terwijl er meer en uitgebreidere ambtelijke deskundigheid beschikbaar is. Tegelijkertijd wordt gedurende 8 jaar gezocht naar uitgebreiding van overgemeenten met Landsmeer en Waterland. Dat zou het fundament verstevigen en het voortbestaan van de organisatie beter garanderen. Die uitbreiding blijkt echter een moeilijk proces. Landsmeer en Waterland kijken ook naar Amsterdam en Purmerend om samen te werken of zelfs te fuseren. Er zal deze raadsperiode duidelijkheid moeten komen, anders dreigt ingrijpen door de provinciale of de rijksoverheid. Alle fracties in de raad zijn bereid te vechten voor eigen zelfstandigheid, maar zijn er ook concrete plannen om de nieuwe partners aan zich te binden? Nou, je hoort het. Die discussie loopt al een tijdje. Volgens mij is er geen fractie in de raad die verschilt van mening over dat het wenselijk zou moeten zijn, of dat het wenselijk is, om over gemeenten uit te breiden. Als je de verkiezingsprogramma's doorleest, vind je eigenlijk overal wel een statement dat zou moeten gebeuren om ook naar de toekomst toe de zelfstandigheid min of meer te garanderen. We weten dat er in landelijke politiek en ook provinciaal, Johan Remkes, onze commissaris van de Koning, heeft al uitgesproken dat hij meer ziet in gemeentelijke fusies dan in dit soort constructies waarin kleinere gemeentelijke eenheden blijven bestaan naast een gefuseerd ambtelijk apparaat. Dus ja, ik kan elke fractie vragen, maar ik ben nog niet bij de VVD geweest, laat ik dat eens doen. Want wat mij opvalt in al die programma's die jullie hebben geschreven, die verkiezingsprogramma's, ik vind er heel veel verlanglijstjes en ik tref niet zo heel verschrikkelijk veel concrete plannen aan om die idealen die jullie allemaal hebben te verwezenlijken. Hebben jullie VVD-fractie een idee hoe je die Landsmeer en Waterlandse figuren overhaalt om overgemeenten toch tot hun, uiteindelijke wens te maken? Yvonne. Vraagt u het mij? Ja. Als insteek zorg heeft. Ja. Het feit gewoon dat je de korte lijnen kunt behouden bij het lokale bestuur, dat werkt sneller, efficiënter. En dat is een van de grote voordelen. Ja. Anders dan beland je toch weer in een grote stroperigheid waar veel mensen zich mee bemoeien. En dat lijkt me niet wenselijk. Ja. Maar hebben we een concreet idee om Landsmeer over te halen, Gerard? Ik denk het op dit moment niet, maar wat ik wel hoor als je naar Landsmeer kijkt, is dat Landsmeer zelf in zijn verkiezingen dit een onderwerp heeft gemaakt. En dat ze aan het kijken zijn van wat ze nou willen in de toekomst. En ik denk dat we daarop moeten aansluiten en proberen die mannen erbij te halen. Waterland wordt wat lastiger, die hebben wat financiële problemen, denk ik. Die moeten ze volgens mij eerst oplossen. En als ze die opgelost hebben, dan kunnen we daar ook eens goed mee praten. We kunnen ook natuurlijk een enorme schuld overnemen van een andere gemeente, maar ja, dat wordt lastig, denk ik. Dus ik denk dat we ook moeten wachten op Landsmeer zelf. Ze moeten wel willen natuurlijk. Ze moeten verleid worden misschien wel. Dat vind ik ook. Ja, en hoe ga je ze verleiden? Nou ja, de burgemeester heeft het wat geprobeerd van de zomer. Ja. Ik denk dat dat niet helemaal gelukt was. Of, sterker nog, ik denk dat het eerder contraproductief was. Dus ik denk dat we iets anders moeten bedenken om die mannen te laten komen. Wat je wel ziet is dat die kleine dorpjes kun je toch wel meer dingen regelen met mensen. En dat moeten we zien dat we dat Landsmeer ook zover krijgen dat ze dat willen. Ik weet dat de VVD Landsmeer dat wel wil. Maar ja, of de rest het ook wil, dat is weer een andere discussie. Lobbyen, sturen. We lijken het hoofd al in de schoot hebben geworpen, zou je kunnen zeggen, Rob Berghout, fractievoorzitter van de VVD. Als je bedenkt dat we zo'n beetje 3 ton extra gaan uitgeven om het ambtelijk apparaat van overgemeenten te versterken. Nee, dat is een verkeerde vertaling van het signaal. Ja. Ja, okay. Juist omdat wij al zo lang met overgemeenten bezig zijn, is het ook de bedoeling dat je de kracht houdt waar we ooit mee begonnen zijn. Kijk, het begin was altijd makkelijk. We gingen met elkaar ambtelijk samenwerken. We hadden een matig ambtelijke organisatie en als je dingen samenvoegt word je sterker. We werden ook goedkoper. Alleen in onze lobby is het niet gelukt om snel in het begin overigens praten we Landsmeer nog mee. Maar in onze lobby was het onvoldoende om die partijen naar binnen te zuigen. En dan zie je, dan wordt het sleets en de organisatie had gewoon behoefte aan een extra impuls. En dat hebben we kunnen vinden door extra geld te investeren. We hebben een volledig nieuw management, we hebben een nieuwe directeur van de organisatie. En ik moet zeggen, de eerste signalen die je daarvan krijgt zijn geweldig. En misschien is dat wel de lobby. We laten zien dat we ook met z'n tweeën in staat zijn om die zaken op orde te houden. We moeten weer het vuur in de organisatie terugkrijgen. Ik ben daar zeer positief over gestemd. En het is net wat Gerard al net zei, dat langzaam in Landsmeer ook de ogen open gaan. En dat ze eigenlijk zien dat ze misschien de boot wel gemist hebben door niet gelijk in te stappen. Maar dat kan, dat is politiek. Maar dat ze eigenlijk zien dat wij de zaak 2.0 maken. We zijn gewoon met elkaar de goede weg aan het vinden. Kijk, de grote kracht is, Wormerland zal nooit door Remkes worden gebeld door te zeggen, jongens, jullie zijn er een zootje van aan het maken. Want we zijn financieel op orde, we hebben bestuurskracht, we hebben alle dossiers gewoon in het zicht. En Oostzaan idem dito, dus er komt geen dwang van hogerhand om te zeggen van, jongens, jullie doen het helemaal fout. Dat zou bij Waterland misschien wel het geval kunnen zijn. Nou, laten ze dat dan maar doen. Maar wij staan in ieder geval, die deur staat altijd open. En in de raad hebben we altijd gezegd, we staan niet met de rug naar de buren. Iedereen is welkom. Toen, maar nu nog steeds. Okay. Ja. Bij de VVD heb ik nog wat nieuwe gezichten. Floris Appel. Klopt. Sinds wanneer in de politiek actief? Sinds februari 2016 voor de lokale JOVD hier in Noord-Holland. En nu sinds 1 jaar ook voor de VVD hier in Wormerland. Oké, net zo ADHD-achtig als die voorzitter van de JOVD? Splinters je botten, nee, iets minder, zeker. Minder, ja. Okay. Wat is jouw ideaal? Waarom bij de VVD? Omdat de VVD een liberale organisatie is, waar je zelfbeschikking natuurlijk voorop staat met een kleinere overheid, lagere belastingen. Nou, dat is gewoon bij mij op het lijf geschreven, dus vandaar. Oké. Nou, de vraag is of je erin komt. Je staat op de 7e plaats. 7e plek, ja, correct. Dus het wordt steunfractie. Dat is ook een hele mooie opstap natuurlijk om te beginnen in de politiek. Ja, dus daar heb ik helemaal geen problemen mee. Draai ik weer even naar Monique, ook een nieuw gezicht. Althans binnen de fractie van de Partij van de Arbeid. Klopt. Ja. Ga jij het Jacobi-effect worden? Nou, dat weet ik niet. Ik kan alleen maar zeggen dat ik heel enthousiast ben om het te gaan doen. Ja. En of dat het Jacobi-effect is, dat kan ik niet beloven. Het zou mooi zijn, hè? Maar ik kan me wel zeggen dat ik me met heel veel enthousiasme daarvoor in ga zetten. Ja. Hoe lang zit je al bij de partij? Nou, ik zit nog heel kort bij de Partij van de Arbeid. Eigenlijk sinds oktober 2017. Toen werd ik gevraagd of ik hierover na wilde denken. Dus dat heb ik een jaar meegedraaid. Voordat ik besloten had om echt me daadwerkelijk kandidaat te stellen. En, dus ik ben heel erg lerende en sta open voor alles. En, maar ik wil me wel ontzettend inzetten voor het sociaal domein. Dus ik ben eigenlijk nog heel erg kort actief in de politiek. Maar wel opgegroeid met politiek. Ja. En ook voorzien van een forse dosis optimisten. Ja. Want het is niet de partij die op dit moment als de grote winnaar overal wordt getipt. Nee, maar dat hoeft niet altijd om enthousiast te zijn. Ik bedoel, als je voor dingen staat waar je jezelf in kan vinden. En sociaal is is Partij van de Arbeid wel een partij waar ik me het meeste thuis voel. Nou, Kees-Jan, jij leidt een kleinere fractie. Hoe groot ga je worden, denk je? Ik denk dat we even groot blijven. Ja? Ja. Alle vertrouwen in? Daar heb ik wel vertrouwen in. Ja. Wat dat betreft, bij de laatste verkiezingen, toen hebben we uit overtuiging hebben we ook uitgedragen dat de Zaanbrug een goede keuze was, op een goede plek en een goede investering is. Daar hebben we toen echt een behoorlijke tik van gehad. En ik denk dat we die dit keer niet krijgen. Dus wat dat betreft redelijk continu. We hebben een goede wethouder op het dossier sociaal domein. Daar doet hij echt goed werk. Daar moet nog een hoop gebeuren. En we zien heel graag dat hij daar ook mee verder gaat. Speciale doelstellingen? Wat is je voornaamste doelstelling voor de komende 4 jaar? Wat moet er echt gebeuren? Dat is vooral de consolidatie in onze fractie. Wat dat betreft hebben we natuurlijk Monique nu aan boord en Hans Verwer. 2 enthousiaste nieuwe kandidaatsleden. En we hebben 2 oudere raadsleden of oude fractieleden die langzamerhand terugtreden. Dat is toch een hele omwenteling. En voor mij is het ook nog maar 2 jaar zo'n beetje dat ik fractievoorzitter ben. Dus dat is consolideren. Maar ja, het allerbelangrijkste is eigenlijk dat onze wethouder, dat hij verder kan met zijn klus. En dingen waar hij aandacht aan wil geven is zorgen dat mensen met lagere inkomens, dat ze ook hun deelname in sportverenigingen, in cultuur, dat groter wordt. Dus meer iedereen er ook bij. Dat is ook het motto wat we op dit moment hebben, van dingen samen doen. Iedereen praat mee, dat willen we volhouden. Ja, en daar is nog een hoop werk te doen. Oké, dankjewel. Het zit erop, de kopjes kunnen worden afgewassen, de glazen kunnen worden omgespoeld. Anja kan er café op orde brengen. om vanavond de bezoekers van Burt Mossel hier weer netjes te ontvangen. Ik dank de deelnemers hier vanavond voor hun openhartigheid. Ik wens jullie allemaal heel veel succes bij de komende verkiezingen. En ik dank de kijkers voor het kijken. Ik roep ze graag op om in elk geval te gaan stemmen. Welke partij je ook stemt, maak in vredesnaam gebruik van je democratisch recht om te stemmen. U hoort het hoe belangrijk het is, zeker lokaal, om over een eigen politiek orgaan te beschikken waarmee je korte lijnen kunt onderhouden, snel kunt praten over de dingen die je bezighouden. Zorg dat die gemeentelijke politiek blijft leven. Kom naar de stembus. Veel plezier, veel succes allemaal en graag tot de volgende keer.